Wij zijn Smurfit Kappa Parenko. Sinds 1912 is onze papierfabriek gevestigd op de huidige locatie aan de Nederrijn. Wij maken publicatiepapier en verpakkingspapier. Onze producten zijn rollen papier die bedrukt worden bij drukkerijen of rollen papier die worden verwerkt tot golfkarton. Sinds 2009 maken wij ons papier volledig uit oud papier. Het oud papier van ongeveer 15 miljoen mensen wordt bij ons verwerkt tot nieuw papier. Hiermee is 100% van onze belangrijkste grondstof circulair. Wij sorteren het papier en halen materialen eruit die we niet kunnen gebruiken. Helaas zit er veel plastic, zand, ijzer en andere producten in het oud papier. De verschillende afvalstromen worden geleverd aan andere industrieën om daar opnieuw ingezet te worden. Wij zijn daarmee koploper op het gebied van circulariteit. In de volgende stap maken we de vezels in het papier via diverse processen los en schoon. De pulp die ontstaat is de basis voor het nieuwe papier. Met onze twee papiermachines worden papierbanen gemaakt van 8,5 meter breed. De machines draaien hoge snelheden tot wel 90 km per uur. Wij maken papier dat tussen de 45 en de 120 gram per vierkante meter weegt. Veel van ons papier is dus dunner dan een normaal A4 papier. Wij gebruiken water om het papier schoon te spoelen. En dat dient als transporteur voor de vezels. Iedere liter wordt 9 keer ingezet in onze processen. Daarna wordt het water schoongemaakt in onze eigen waterzuiveringsinstallatie en weer schoon teruggebracht in de Nederrijn. Stoom heeft als doel om het papier te drogen. Iedere machine heeft hiervoor 50 droogcilinders. De pluimen die uit de papierproductiefabriek komen, bestaan vrijwel uitsluitend uit damp die is ontstaan door het drogen van het papier. De stoom wordt verkregen door water te verwarmen door verbranding van gas en biomassa. Wij zijn ons bewust van de impact die we hebben op onze omgeving en weten dat de activiteiten van onze fabriek tot hinder kan leiden. Of het nu geluid, geur of bijvoorbeeld verkeer betreft, wij werken er iedere dag aan om deze hinder zo klein mogelijk te laten zijn. Daar mag u ons aan houden.